Oh snap, wat gebeurt er? Oh, dat is het wapen! Wow! Dit is echt een ziek groot kanon. Yo, Nintendo fans. De vorige Mario Rabbids video was zo ziek. Toen hebben we Bowser gezien. En Bowser, die was gewoon even aan het vechten met iemand. En hij is meegetrokken in deze zwarte meuk. Doe een duimpje omhoog als je Bowser in deze video wil zien. En abonneer als je van Nintendo houdt. Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Zullen we de 80.000 abonnees nog halen dit jaar? Dat zou zo ziek zijn. Hey, ja, daar is hij. Beepo zegt hij is berensterk. Maar zelfs de machtige Bowser is hulpeloos in de duisternisdimensie. Zonder een wapen met sparkkracht. Ja, kan hij niet gewoon iedereen kapot slaan? We hebben een wapen over, zegt Genie. Die was gemaakt voor Rabbid Mario, maar die was te zwaar voor Rabbid Mario. Hij kon hem niet goed gebruiken. Oh, dus Bowser is ook iemand waarschijnlijk die naar zijn tegenstanders toe moet rennen en ze van dichtbij moet slopen. Nee, zegt de Rabbid Mario. Het scheurde heel erg tegen mijn huid. Hij zal nooit toegeven dat hij slap is. Oh snap, wat gebeurt er? Oh, dat is het wapen. Wow. Dit is echt een ziek groot kanon. Dikke bazooka. Oh, maar met bazooka's moet je juist van afstand schieten. Oké, Bowser. Vind je dit een mooi wapentje? Ja, hij is er wel blij mee zo te zien. We moeten Bad Rock verslaan. Zou dit weer in 3 fases moeten? Net als dat gekke Spooky. We hebben dus hulp van Bowser. Bad Rock is veel te sterk voor onze aanvallen. Probeer eerst naar de explosieve vallen te lokken. Oh, moet de Bad Rock achter ons aan laten lopen? Even kijken wat Bowser allemaal kan hoor. Hij vuurt 1 explosief projectiel af dat in het hele doelgebied schade aanricht. Gaat door gedeeltelijke dekking heen. Dus waarschijnlijk moeten we Bad Rock dan hier naartoe lokken en daarop schieten met Bowser. Bedrock kan tegen brand en hij reageert direct op vijandelijke aanvallen met een stampaanval die de gebiedsschade veroorzaakt. Dan hebben we nog mergelaars, die kunnen niet tegen schokken en stuntels. We kunnen Bowser ook gelijk eventjes 2 sparkies geven, dus dan geef ik hem sowieso een elektriciteitsmannetje. En misschien is deze ook wel interessant, die veroorzaakt windvlagen. Dan blaast hij zijn tegenstanders weg. Gelijk even naar niveau 2. Dus ik denk dat we hem gewoon moeten aanvallen en hem dan naar hier naartoe moeten lokken. Oké, ik ga even een team sprongetje doen. Gaan we deze uitschakelen. Deze staat heel dichtbij, dus die gaan we even kapot maken. Zo. En rustig schieten, dan is die weg. Rabbit Peach gaat ook even een beetje deze kant op. Die gaat hier naartoe. Gaat die hierop springen zo. En dan gaan we hier ergens landen. Kijken of we de baas kunnen lokken vanaf hier. Dat halen we net niet. Of dat halen we net wel. Maar ja, maar dan staan we alleen onbeschermd. Nou, laten we ons eerst even een beurtje focussen op alle andere mannetjes. Helemaal goed. Bowser gaat ook even rustig aan deze kant op. Let's go, Bowser. Als ik nou hem aanval, hè, zo, dan raak ik gelijk al die Goombas die er ook in de buurt staan. Oh, wat? En sommigen overleven het gewoon? Oh, maar ja, die worden door haar gewoon gesloopt. Oké, dan gaan we nu met Edge. Dan gaan we met Edge een beetje deze kant op, zo, hier naartoe. We halen wel een beetje van dat ik die Goombas hier in de buurt nog niet heb gesloopt. Oh, wacht, maar ik kan er 2 zo kapot maken. En dan zet ik de bewegingsdetector aan met Edge. Let's go, tegenstanders de beurt. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Hoe ver die kan lopen. Misschien heeft Bowser nu wel een probleem trouwens. Ja, Bowser heeft wel een probleempie. Doet niet heel veel pijn. Goombas komen er allemaal aan. Wat gaat deze mergelaar Chappie doen? Oh, die gaat ook op Bowser. En er is er nog 1. En waar gaat die op? Die gaat op Rabbid Mario, maar die raakt hem niet. Oké, Rabbid Peach. Jij gaat even deze Goomba tackelen. En dan ga jij vanaf hier op deze Chappie schieten. En hopelijk loopt hij dan bovenop waar die... Oh, ja. Oh, ging dat gebeuren? Ik wist niet dat dit zo ging gebeuren. Ik dacht dat ding ontploft gewoon, joh. Oké, wacht, opnieuw. Dus, we moeten hem hier naartoe lokken. Naar ons toe. Lekker bezig. Edge, dan zo je zwaard erop inderdaad. Dan komt hij naar mij toe gelopen. Eerst gaat hij springen. Raakt hij Bowser? Nee, hij mist. Kijk, oh, hij moet wel daar springen. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb Rabbid Peach nog hier staan. Dus nu moet hij er bovenop springen. En dan zakt hij er doorheen. Ja, precies. Oké, en dat vindt hij niet cool. Oké, duidelijk. Rabbid Mario kan in ieder geval vast hier naartoe. Die gaat iedereen kapot schieten, hè? Oh, wacht even. Oké, dat wist ik niet. Weet je wat? Ren maar even lekker weg met je vuurmeteorieten. Oh, maar ik sloop natuurlijk mijn dekking nu weer, hè? Dat vergeet ik altijd. Oké, doei. Nee, niet naar mij toe. Je moet wegrennen. Oké, de rest kan allemaal niet meer lopen nu. Na deze beurt moeten we wel even hergroeperen, hoor, jongens. Oh, dit bedoel ik. Oh, dit... Ja, Rabbid Mario is denk ik weg. Die is kapot. Ik heb te veel risico genomen. No, niet slim. Oké, we gaan helemaal naar de andere kant met z'n allen toe. Gewoon continu hierop springen, op deze dingetjes. Ja. Kan ik hem vanaf hier raken, is de vraag. Jazeker. Dan word je boos, hè? Dan word jij boos. En dan ga je weer... Ja, dan ga je gelijk... Oh, ziek idee. Lekker. Kan ik niet gewoon heel de ding rondspringen in één keer? Dat zou echt heel fijn zijn. Ik denk dat ik een heel eind moet komen, hoor, jongens. Gaan we gewoon zo?
Oké, laat maar. Kan wel via hierboven misschien. Edge kan met hem mee, denk ik. Alleen Bowser blijft een beetje achter. Hey, we kunnen gewoon helemaal deze kant op. Dit is heel relaxed. Misschien zou je dit zelfs wel in één beurt dan kunnen doen. Nou, in twee of drie beurten. Dat moet denk ik wel lukken, eigenlijk. Let's go, Rabbit Peach. Erachteraan. Eerst even proberen om deze uit te schakelen. Wat een ziek idee. Die moet wegwezen. Top. Sorry, Rabbit Mario, dat je daar ligt. Het spijt me. Ik ga de beurt doorgeven. Ik was bijna bang dat hij ook die platformpjes kon gebruiken. Oké, komen er nou allemaal Goomba's aan of wat? Superveel Goomba's. Bowser, ik heb je nodig. Deze kant op, Bowser. Go, 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 go. Oké. Oh, hij haalt het echt net. Ja, hij kan volgens mij iets minder ver springen, Bowser. Hij is natuurlijk ook wat zwaarder, hè? Oh, wel cool, hoor. Om dit eerste gevecht met Bowser nu te doen en te kijken wat hij allemaal kan. Oké, we zijn er, we zijn er. Dan kunnen we natuurlijk gewoon eventjes een paar van die Goomba's aanpakken. Let's go, we schuilen hier. Dan gaan we proberen om die Goomba's daar achterin allemaal kapot te maken. Ja, nou, dat ging vrij goed. Met Edge kunnen we natuurlijk twee keer tackelen. Heel chill. En dan moeten we hem nu een beetje hier naartoe gaan lokken. Ja, oké. Kom maar. Kom maar, Stucky. Niet te ver, alsjeblieft. Niet te ver, hè? Moet ik denk ik nu met Rabbit Peach eventjes gaan tackelen. Zo ver mogelijk vliegen, zodat ik dat platformpje nog kan pakken. En dat gaat net niet. Dat is wel een beetje balen, want nu kom ik precies op een verkeerde plek te staan. Kijk, ik sta nu precies hier naast de nieuwe vijanden die straks gaan spawnen. Dus denk ik tijd om mezelf te gaan beschermen. Even het schildje aan. Ik ga nog niet healen, want ik heb nog niet heel veel damage gepakt. Dus even kijken wie eruit komen. Oké, zo'n Choppy die gaat schieten. Die mist mij in ieder geval. Er komt er nog één uit. Wat is dit? Nog zo'n Choppy. Die kan vanaf daar ook niet schieten. En jij gaat mij wel raken. Oh, jij rent ook weg. Oké. Nou, prima zo. Nice. Oh, er komt er gewoon nog één. Hoeveel komen er, joh? Doe eens even normaal. Oké, we gaan ons even een beetje terugtrekken, jongens. Oké, meneertje, kom maar. Het was een mevrouwtje, hè? Ja, het was een mevrouwtje. Let's go. Ja, spring maar. Doe maar boos. En kom maar recht op me afrennen. Heel goed. Ik ga hem nu even niet aanvallen, denk ik. Nee, ik ga hem niet aanvallen. Want dan gaat hij springen en dan raakt hij me straks weer. En de volgende beurt moet hij gewoon naar deze twee Choppies hier naartoe lopen. Of nou ja, Choppies. Het zijn wel mijn maten natuurlijk. Ik mag ze eigenlijk geen Choppies noemen. Wat ik met Bowser ga doen, is even lekker hier naartoe vliegen. Zo. Deze kant op. En dan ga ik hier staan. En dan ga ik eens even kijken wat Bowser nog meer kan. Kijk, als het goed is, gaat hij nu zijn matties roepen. Heel cool. Oh. Ja. Lekker dit. Oh, ik roep allemaal matties op, ja. En dan bazooka, we ze ook kapot. Ze leven nog steeds, joh, die gekken. Oké, let's go. Tegenstanders krijgen de beurt. Rabbit Mario, die ligt lekker... Wat? Hij sprong kapot ver. Oh, shit. Oh, nee. Dit ging niet volgens plan, jongens. Dit ging helemaal niet volgens plan zelfs. Waarom leven zij ook nog met z'n allen? Doe normaal. Laat me Bowser met rust. Ik denk dat Bowser toch even hier naartoe moet komen. Kunnen we teamsprong met Bowser doen? Ja, nice. Oké, let's go teamsprong. Beetje verder vliegen misschien. Gaan we hier naartoe? En dan zo? Oh, nee. Ik had Rabbit Peach nog weg moeten halen daar. Oh, nee. Ik denk dat Rabbit Peach wordt geraakt nu. Oh... Nee, gelukkig net niet. Oké, nu gaat het goed komen. Nu gaat het goed komen. Bowser mag even weg. Of, wacht even. Ik ga denk healen deze beurt. Ja, dit staat helemaal goed hier. Gaan we even healen met Rabbit Peach. Zo, nice. Dan mag je nu lekker gaan springen, mevrouwtje. Ga maar. Doe maar. 1, 2, 3. Later. En Edge vliegt er ook vandoor. Oh, Edge. Edge gaat nu denk ik ook dood. Oh, nee. Edge. Oh, kan ik met Edge onzichtbaar doen? Nee, die heb ik niet meer. Heb ik een item? Ik denk dat ik straks deze ga gebruiken. Nieuw bewegingsgebied creëren. Dan kan Edge nog wegkomen. Kan Bowser vanaf hier nog iets doen? Nee, maar Bowser mag ook niks meer doen. Wacht, oké. Items. Nieuw bewegingsgebied. Let's go. Ja, lekker! Nu kan Edge gewoon nog wegrennen. Super nice. Oké, soms moet je dus gewoon wel items gebruiken, jongens. Oh, dan is Edge gelukkig nog veilig nu. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Bowser wordt weer geraakt. Ja, deze moeten ook echt even kapot, hoor. Het zijn er veel te veel. Er zijn er nog vier van die scheidkonijntjes over. Twee doen gelukkig niks. En daar komen er weer een paar bij straks. Oké, lekker. Rabbit Peach, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kijk, hebben we iedereen weer een beetje geheeld ook? Dan ga ik een teamsprong doen met Bowser. En dan hoop ik dat ik het echt red tot dat platformpje daar. Dat zou echt super chill zijn. Ik denk het net niet. Nee, en ik kan ook net niet tackelen. Ach, oké, maar dan ga ik wel met iemand anders tackelen. Oké, Bowser, let's go. Let's go. Jij redt het wel, denk ik, tot aan het platformpje. En jij tackelt hem wel kapot. Nice. Oké, dan gaan we hier achter, Bowser.
Gaan we hier landen in het midden. En met Edge gaan we ook een stukje door. Weet je wat? Ik land hier. Zo, tackle ik op jou. En ik kan nog een keer tackelen, toch? Ja, we kunnen twee keer tackelen. Nice. Oké, dan gaan we hem een beetje lokken. Beetje deze kant op lokken weer. Kom maar, kom maar, kom maar. En even zo'n konijntje slopen. Ik hoop dat we dit allemaal een beetje overleven. Dat hij niet te dichtbij staat. Ja, hij staat wel te dichtbij. Rabbit Peach krijgt een klap. En Edge wordt ook weer geraakt. Yo, ik heb eigenlijk echt Rabbit Mario nog nodig. Of misschien dat ik voor deze battle dan gewoon Mario mee moet nemen. Oh, nee. Nee, niet Edge ook slopen. Oh my god, Edge is ook dood. Dit gaat helemaal niet goed. Ze zijn met veel te veel. We moeten echt even vluchten, jongens. Oké, mevrouwtje, kom eens even deze kant op, alsjeblieft. En ver, loop even ver door. Even heel veel stappen naar voren, alsjeblieft. Oh, dit is denk ik... Is dit net wel of net niet? Staat hij er nou op? Yo, je staat erop. Hij staat... Ik hoop zo dat dit werkt. Ik roep mijn Mega Koopas even op. Zo, die mogen even heel vervelend gaan doen tegen hun. Heel goed. Top. Ik kan hem niet raken vanaf hier. Oké, jongens, dit is alles of niets. Alles of niets. Ik hoop zo dat hij op drop springt nu. Ja, lekker. Ja, het gevecht was voltooid. We zijn klaar. Oh, maar dit was echt een moeilijke battle. Lekker gedaan. Oh, ik ben zo blij. Ik was bang dat dit ook gewoon in drie fases moest. Maar gelukkig was dit maar één gevecht. We hebben het duistermiskristal binnen. Lekker dit. En Bowser zit nu gewoon officieel bij het team. Dat is helemaal sick. Dit gevecht duurde echt meer dan een half uur gewoon, hè. Hoppakee. Dag, Bedrock. Je bent verslagen door Bowser. Of ben je wel verslagen? Ja, je bent wel verslagen. Ik dacht even dat Bedrock nog op ging staan. Oh, oh. Gaat ons ruimteschip er nou vandoor? Is ons ruimteschip gestolen? Of... What? Wat gebeurt er? Oh, Edge weet volgens mij al wat er gebeurt. Oh, dat is niet ons ruimteschip. Bedrock wordt meegenomen. Wordt gered. En Bedrock is boos, maar denkt wel van... Oh, misschien staat Edge wel aan de goede kant. Dit moeten we in de gaten houden, jongens. Misschien dat zij later gaan denken... Oh, die good guys zijn eigenlijk wel een goed team. Yo, what up, Bowser? Oh, die, ja, lekker. Jij sloopt die duistermis even. Hij is wel boos. Hij denkt wel van, wat moet ik nou met deze situatie? Hij zegt, nou, watjes, kan er geen dankje af vanaf? Ik heb tenslotte jullie leventje net gered. Nou, we hebben het wel samen gedaan, hè, vriend? Beepo zegt ook, laten we dat even negeren. Wat doe je hier eigenlijk, Bowser? En Bowser zegt, ik zoek Gazela, net als jullie. Ze heeft de geesten van mijn legertje slampampers overgenomen en ik wil ze terug. Of slampampers? Staat er niet slampampers? Dus, we hebben een gezamenlijke vijand. En dat maakt ons blijkbaar vrienden. Genie zegt, Beepo, als Bowser zich bij ons aansluit, wordt de slagingskans van onze missie met ruim 11% verhoogd. Hé, ja, dan moeten we meenemen. Ja, dat kan wel kloppen. Geen wonder dat jullie mij willen verleiden om aanvoerder te worden van jullie sukkelbrigade. Waarom altijd zo boos tegen ons? Vergeet het maar. Maakt niet uit hoe weinig kans we hebben. Toch, Mario, zegt Beepo. Oké, gaat Mario nu besluiten om Bowser mee te nemen? Dat gaan we zien. In de volgende video. Dus klik weer op de duimpjes, op de abonneerknop. Zie ik je bij de volgende video. En dan kom je er vanzelf achter. Mazzel!